jullie welkom bij een nieuwe video. Ben je niet liever de mol? Goeie vraag. Subscribe to the YouTube channel en doe je best voor de mol. Palingworst. Je vraagt dit zo om 9:30 ochtends. Want Kim doet het natuurlijk hartstikke leuk. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En in deze video sta ik op de première van Wonderpark. En in deze video ga ik voor jullie wat bekende mensen interviewen. Dus laten we beginnen. Ik ben Kim van Kim's Vlog. Ik maak filmreviews voor Pathé en vanuit het kinderoog. Wie speel jij in de film? Ik speel June. Ja. En was het lastig om die stem in te spreken of was het best makkelijk? Nou, eigenlijk wel moeilijk, want je moet en de tijd in de gaten houden en natuurlijk het beeld en hoe de persoon in de film zeg maar zelf praat. Dus het was wel moeilijk, maar het is wel heel erg leuk. En je zingt natuurlijk ook veel. Is er een verschil tussen dat inspreken of nou ja, zingen of gewoon praten? Ja, eigenlijk wel. Zingen is meer, ja, het is meer, het heeft meer melodie, zeg maar. Praten heeft natuurlijk ook melodie, maar bij zingen, ja, ja, dan voel je het meer of zo. Ja, het is heel raar om uit te leggen. Nou ja, jij zingt natuurlijk ook de titelsong in deze film. Ja. Wat vond je het mooiste stukje uit dat, uit het liedje? Verander wat je liever niet wil, wees wat je ziet. Zeg maar, dus blijf jezelf. Verander niet omdat iemand anders zegt dat je anders kan zijn. Ja, dat vond ik wel een mooie zin eigenlijk. Kan je dat stukje even zingen voor de camera? Verander wat je liever niet wil, wees wat je ziet. Supermooi. Wat is jouw favoriete attractiepark? Want het gaat natuurlijk over pretparken. Ja, ik denk toch Joris en de Draak. Ja. Yeah. In de Efteling. Ja, in de Efteling. Wat voor achtbaan zou je echt nooit instappen? Of attractie, maakt niet zoveel uit. De Baron. Ja, dat vind ik echt vreselijk. Ja, echt vreselijk. Recht omlaag is niet jouw ding? Nee, het is gewoon zo'n vrij val, weet je wel. Je valt gewoon letterlijk naar beneden. Nee, doe maar niet hoor. Ik snap je volledig. Wat kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst? Nieuwe singles. Ja. En nog heel veel nieuwe dingen die eraan komen. Waar ik helaas niks over mag zeggen. Maar het komt er wel. Wie? Hallo Kim van Kim's Vlog. Hallo kijkers van Kim's Vlog. Wie speel jij in deze film? Ik speel de papa. Ja, ik speel de papa van, nou ja, eigenlijk Stefania in de film. Zij speelt de hoofdrol. En ik ben samen met haar mama wonen we met z'n drietjes in één huis. En zijn we een gezinnetje. En dan eigenlijk aan het begin van de film, al dan komt er een beetje slecht nieuws. Want dan blijkt dat de mama van Stefania een beetje ziek is. En dan staan we er ineens met z'n tweetjes voor. En dan denkt de papa, nu is het tijd om iets heel erg leuks te gaan verzinnen voor haar. En dan denkt hij, dat is leuk als ze op wiskundekamp gaat. Want ze houdt heel erg van wiskunde. Regelt hij dan voor haar. Want hij weet dat ze dat altijd heel erg leuk vond. En dan gaat ze op wiskundekamp. Maar ze komt eigenlijk nooit aan bij het wiskundekamp. Want ze komt heel ergens anders terecht. Nou, wat is de boodschap van deze film? Nou, de boodschap van deze film is denk ik een beetje dat je altijd moet blijven dromen en altijd moet blijven hopen. En dat je nooit de hoop moet opgeven. Want er gebeurt best wel iets naars in deze film, want de mama wordt heel erg ziek. En dan wordt eigenlijk het kindje eigenlijk zo verdrietig van dat ze eigenlijk niet meer zo'n zin heeft om, weet je wel, dingen te doen of te ondernemen. En dan, ja, dan leert ze toch dat het heel belangrijk is om altijd hoop en dromen te blijven houden. En wat... Goed voorbereid. Je hebt allemaal je vragen helemaal klaar. Super knap. Ja. Ja, heel goed. Is er een overeenkomst tussen jou en June? En jouw kinderen? Oh jee, tussen mijn kinderen en June? Nou, dat zou ik eigenlijk niet zo goed weten. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Vind ik een hele moeilijke vraag. Goed verzonnen. Wat is jouw ideale pretpark? Oh, mijn ideale pretpark zit vol met hele grote achtbanen. En allemaal dingen waar je een beetje zo'n beetje gevoel in je buik van krijgt. Ja, zo'n kriebel dat je zo heel hoog gaat en dan naar beneden stuitert, weet je wel. Of het schip dat je zo alle kanten uitgaat. Dat vind ik allemaal heel erg leuk altijd. Ik kan eigenlijk niet genoeg krijgen daarvan. En jij? Wat vind jij het leukst in een pretpark? Over de kop. Oh, over de kop. Wat een goeie. Ja, dat vind ik ook heel cool. En waar zou jij nooit, maar dan ook echt never nooit instappen? Nou, ik geloof niet dat ik ergens nooit in zou stappen. Ik ben best wel nieuwsgierig. Dus ik wil eigenlijk alles wel een keer een beetje proberen. Dus ik zou dan denken, als er een deur is waar ik nog nooit in geweest was, dan zou ik denken, ik wil door die deur. Ik wil zien wat daar gebeurt. Dus ik zou niet zo snel iets nooit doen. Nou, jij gaat natuurlijk dingetjes in de toekomst doen. Kan je daar wat over vertellen? Zeker. Ik ga een nieuw televisieprogramma maken voor NPO 3. En dat is vanaf 30 april op televisie. En dat is een quiz. En dat gaat over seks. En dat is eigenlijk, hoe oud ben jij?
13? Ja, 13. Nou, dat is eigenlijk een beetje om een beetje een soort van kids tussen de 13 en 18 eigenlijk een beetje te vertellen dat iedereen het altijd wel een beetje spannend heeft gevonden. Dingen met daten of met liefde of met seks en zo. En dat dat helemaal niet gek is en dat iedereen dat een beetje spannend vond. Daar gaat eigenlijk het programma over. Wie speel jij in deze film? Ik speel Greta, het wilde zwijn. En wat voor soort karakter heeft zij? Nou, het is een pittige tante die nogal houdt van avonturen. Het is een beetje zo de leader of the pack. Ze neemt iedereen op sleeptouw en is een hele dappere dame. Jij bent stemacteur sinds 2012. Heb je een soort bepaald karakter dat je altijd speelt of is het gewoon allemaal verschillend? Ja, ik ben al langer stemacteur, maar ik heb daarvoor al heel veel andere tekenfilms gedaan. Maar waar ik vaak voor gecast word, zijn toch redelijk de hysterische karaktertjes. Maar ik word eigenlijk voor van alles gevraagd. Zowel een oud dametje tot een heel jong kind, tot een... ik ben eigenlijk al alles wat je maar kan bedenken, ben ik ooit een keer geweest. Maar ik ben wel vaak van de drukke dingen, met heel veel energie. Wat voor soort karakter of stem zou je nog een keertje willen inspreken? Oh, dat is een moeilijke vraag. Maar ik vind gemene karakters toch wel erg leuk om te doen. Een soort evil mind. Ja, dat lijkt me heel erg leuk om te zijn. Een soort heks. En wat was vroeger jouw kinderwereld, fantasiewereld? Want dit gaat natuurlijk ook over een fantasiepark. Wat vroeger mijn fantasie was... Even aan het denken. Ja, ik kon ontzettend dromen. Ik was altijd zo iemand die in de klas zo uit het raam zat te kijken en dan vervolgens helemaal mijn gedachten ergens anders en totaal niet meer wist. En dat ging ook alle kanten op. Maar ik heb als sprookjes altijd fantastisch gevonden. Ja, ik had zo'n heel dik sprookjesboek van Grimm en daar kon ik helemaal in verdwijnen. Allemaal hele geweldige, en vooral de prinsessenverhalen. Ja, ik was enorm dol op prinses. Wat is de leukste attractie waar je ooit in bent geweest? Ja, ik vind heel Euro Disney geweldig. Dus mijn droom is dat ik ooit nog eens een keer naar Disney ga in Amerika. Maar vroeger was ik enorm van de achtbanen. Dat heb ik nu minder. Ik hou nu meer van die showvoorstellingen. Dat vind ik heel erg leuk te zien in het pretpark. En wat was dan het minst leuke attractie waar je in bent geweest? Ik heb ooit eens een keer in een achtbaan gezeten en toen had ik mijn haar in een knot, waardoor je je hoofd niet naar achter kan duwen. En toen heb ik dus ontzettende pijn in mijn nek gekregen, omdat die G-krachten dan zo op je nek doorwerken. En waar was dat ook alweer? Ik weet niet meer wat dat was, maar dat was volgens mij Six Flags of zo. Toen dacht ik, oké, dat gaan we dus niet meer doen. Nee. En wat kunnen we van jou nog in de toekomst verwachten? Binnenkort ga ik ook weer Secret Life of Pets inspreken, dus huisdiergeheimen. Er komt een bioscoopfilm uit waar ik een rol in speel. En verder heb ik nog een gastrol gehad in een politieserie die binnenkort op televisie komt. En verder, allemaal leuke dingen weer. Wie speel jij in deze film? Ik ben Peanut. Ik mocht de stem inspreken van Peanut. En dat is een chimpansee die al heel veel attracties eigenlijk bouwt. Die krijgt een stemmetje van June, hoort hij. En dan bouwt hij attracties en dat was ontzettend leuk om te doen. Wat is de boodschap uit deze film? Nou, het is vooral vind ik een hele positieve film. En er zit ook wel een diepere laag in, maar ik ga natuurlijk ook nog niet al te veel vertellen. Dan moeten mensen echt gewoon gaan kijken naar Wonderpark. Maar het is gewoon wel een hele bijzondere film en ontzettend leuk. En er zit nogmaals een diepe laag in. Maar als je dus ook van pretparken houdt, zoals ik, weet je, hou je ook van pretparken? Dan moet je ook vooral gaan kijken en het is, je wordt ook uiteindelijk word je heel vrolijk van. Welke attractie in de film moet er ook in het echt komen? Wauw. Ja, er zijn zoveel attracties. Maar ik hou ook altijd wel van attracties iets met water of zo. Waterglijbanen die helemaal ultra over de top zijn. Vind ik ook altijd wel ontzettend leuk. Dus er zijn heel veel attracties eigenlijk die ik wel na zou willen bouwen. Als jij een pretparkdirecteur zou zijn, wat voor soort pretpark zou jij dan maken? Met heel veel, ik denk ook wel met dieren vind ik belangrijk. Dat vooral dat kids ook contact maken met dieren, maar ook echt wel met actie en mooie achtbanen. Maar ook dus met waterglijbanen of wat dan ook, dat je ook van alles kan doen. Ik denk gewoon van alles wat zou ik doen. Ik zou gewoon een hele stoere, coole, vriendelijke pretpark van maken. En waar zou dat pretpark dan staan? In mijn achtertuin. Zodat ik elke dag zo via de achterdeur gewoon naar het pretpark kan. Zonder te bedalen. Snap je? Dan hoef ik ook niet in de rij te staan. Ja, in Friesland. In Friesland komt u. Wat kunnen we van jou nog in de toekomst verwachten?
Sowieso nieuwe muziek komt eraan deze maand. En er zijn eigenlijk al heel veel leuke nieuwe plannen. Er komt een boek uit in het najaar. En nu dus Wonderpark. En er komen nog weer heel veel mooie dingen aan. Dus maar eerst sowieso nieuwe muziek. En in het najaar ook sowieso een boek. Wie speel jij in deze film? Ik speel Cooper. Cooper, een bever. Eén van, er zijn twee bevers. Murt speelt die andere. We zijn twee broers. En we zijn twee super hype ADHD bevers. En we doen wat we moeten doen. We zijn snel. We zijn hype. Alles wat we doen, doen we met een bepaalde hypeness. High five. Yes, let's go. Let's go. En dan zijn we weg. En dan gaan we dingen doen. Ja, jullie zijn natuurlijk heel erg druk. Was het moeilijk of makkelijk om dat in te spreken? Kijk, inspreken is een van de leukste dingen naast je normale werk, zeg maar, vind ik. Dus ik ben comedian, cabaretier, ik reis door het land, alles. En bij inspreken denk je altijd, hé, ik mag weer. Heel gek. En dan ben je in een studio, omdat het misschien wel therapeutisch werkt. Hè? Je bent even in een studio, weg van alles. Die deur gaat op slot, geluidsdicht, headphone op. En je bent een typetje. Misschien is dat wel heel therapeutisch, dat je problemen verwerkt ook. Zonder dat je het weet. Je bent even weg van deze wereld en je wordt even meegetrokken in een kinderfilm. In de film. Ja, in een film. Misschien is dat wel heel mooi. Als jij moet kiezen, want het gaat natuurlijk over pretparken, Six Flags of de Efteling? Moet ik kiezen? Ja. Oké. Okay. Efteling voor de geschiedenis, weet je, de verhalen, de kindersprookjes. Maar niet voor de attracties. En dan weer Six Flags voor de attracties. Waar ga je never nooit in als je naar een pretpark gaat? Zo'n achtbaan. Nee, zo'n achtbaan over de kop ding, daar ben ik niet voor te vinden. Ik hou van pretparken, over de hele wereld. Ik ga naar, waar ik ook ben, in het land waar ik ben op vakantie, zoek ik een pretpark op. En mijn favorieten zijn natuurlijk Disney, niet in Parijs. Die van Amerika, die vind ik echt goed. Ik ben ook nog niet van Parijs geweest, maar ik hou ervan om daar te zijn. Ik hou van die sfeer, ik hou van die gezelligheid, ik hou van die... Misschien wil ik wel vaker weg van de reality dan ik zelf denk. Ja. Hoe zou het verveerpretpark eruit zien? Oh, het verveerpretpark, jongen. Ik zou het dicht bouwen, zodat je helemaal echt weg bent van alles. En dan zou ik alleen maar mooie dingen, liefde en zo. Niet over de politiek. Het woord politiek, als je het zegt, is er een soort sensor en die tape je mond dicht. Als je het woord ellende zou gebruiken, als je oorlog of wat dan ook zou gebruiken, zou je mond dichtgetaped worden vanzelf. En alleen maar liefde, gezelligheid, lachende kinderen, spelletjes. Oh, het zou zo gezellig zijn, je zou niet eens weg willen gaan. Waar zou dat pretbank dan precies staan? Hawaii. Waarom daar? Ik ben een keer geweest naar Hawaii en ik vond het echt super chill. Dat ben ik nooit meer vergeten. Ik ben op meerdere chille plekken geweest, maar Hawaii was echt super chill. Wie speel jij in deze film? Sorry, nog een keer. Wat zei je? Laten we het goed doen. Jij begon het en die introductie was volgens mij echt nice. Ik zag special effects en zo. Ik wil het nog een keer zien. Ik ben Kim van Kim's Vlog. Ik maak filmreviews van Pathé vanuit het kinderoog. Hallo, ik ben Murt. Ja. Wie speel jij in deze film? Ik speel Gus. En Gus is een bever. Een van de twee beverbroers. Je hebt Gus en Cooper. Ik speel Gus. En jij bent volgens mij wel de meest ervaren stemacteur, want je hebt natuurlijk superveel ingesproken. Mm-hmm. Welke BN'er zou er nog iets moeten inspreken die het nog niet heeft gedaan? Dus wie heeft een goede stem? Wauw! Dat is een goeie, die het nog niet heeft gedaan. Zo 1, 2, 3 kom ik daar even niet op. Maar kijk, het ding is, er zijn er best wel veel. Er zijn veel BN'ers die het af en toe doen voor een film. Kijk, en het is leuk om te doen, maar het is niet iedereen kan het. Daar ben ik ook achter gekomen. Dus ik kan wel iemand noemen, maar dan is het de vraag of die persoon het ook kan. Ik ken genoeg BN'ers die het hebben gedaan en daarna zeiden van, nooit meer! Omdat ze het echt moeilijk vinden. Want je moet leren kijken naar het scherm en naar je tekst. En dat je dat precies zo op de bewegingen van de mond krijgt. En je moet eigenlijk een beetje, je heet stemacteur dan. En je moet ook een beetje kunnen acteren. Je moet je kunnen inleven in je karakter. Niet iedereen kan dat. Dus daarna zit ik ook echt te denken aan, oké, wie heeft en een goede stem en waarvan denk ik dat hij het kan. En ondertussen is het zondagochtend, dus mijn brein is nog niet super scherp. Dus zodoende dat ik er niet meteen op kom. Maar er zijn er wel een paar, maar niet heel veel. Wat is jouw favoriete pretpark? Mijn favoriete pretpark. Weet je dat ik niet eens een favoriete pretpark heb? Nee.
En ik zei, ze vroegen me daarnet, hou je van pretparken? Op zich hou ik van pret en van parken en van pretparken. Maar de laatste keer dat ik naar een pretpark ben geweest is zeker 10, 12 jaar geleden. Walibi is echt way back. Wat kunnen we van jou nog verwachten in de toekomst? Wat je van mij kan verwachten in de toekomst, een heleboel leuke dingen. Ik ben niet alleen een stemacteur, ik ben ook een comedian. Dus ik sta op het podium grappen te vertellen. Ik ga nog een paar shows maken in mijn eentje. Maar ook met Roué Verveer en met nog een paar mensen. Howard Komproe en Jadino Asporaat. Ik ga nog... Nee. Kijk, dit gaan we dus niet doen. Hè. Dit gaan we niet doen. Dus hele... Nu staan er allemaal mensen zo van, het moet opschieten. Terwijl ik midden in een zin ben en ik zou het mooi afronden. En dan heb je een mooi verslag voor je vlog. Maar oké, dit nemen we gewoon mee. En we doen net alsof het niet is gebeurd. Een heleboel leuke dingen, een heleboel stemmen. En it's gonna be a lot of fun. Ja? En dan zien we jou gewoon daar weer. Oké? Dankjewel. Dankjewel. Nou, dit waren de interviews van Wonderpark. Vond je het een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal. En zet natuurlijk een vet leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video weer. En daar ga ik een review maken. Doeg!